Hoi allemaal, super dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sophie en laten we snel beginnen. Vandaag ga ik een soort van kletsvideo maken, want ik wil het vandaag hebben over iets wat ik op dit moment doe, waar ik middenin zit en wat te maken heeft met school. Misschien ken je het wel, misschien zit je zelf op deze school, maar ik ga naar de VAVO sinds dit jaar. En ik wil jullie graag wat meer vertellen over de VAVO, omdat het vaak een soort van onderschat wordt of het wordt vaak gezien als... Als ik daar naartoe ga, dan ga ik wel heel ver onder mijn niveau. Goed, wat is de VAVO? VAVO is eigenlijk volwassen onderwijs. En dit doe je als je bijvoorbeeld gezakt bent voor je HAVO, je MAVO, je VWO. Stel je voor, je doet eindexamen op HAVO-niveau. En je zakt voor 2 vakken bijvoorbeeld. En je weet dat je er hier niet meer voor kunt herkansen. Dan is VAVO voor jou een hele goede oplossing. De VAVO geeft je namelijk de kans om in 1 jaar of 2 jaar, ligt eraan hoeveel vakken je hebt, jouw hele school kunt halen. Dus je kunt toch binnen 1 jaar dan je diploma krijgen. Je zal in dit jaar je volledig focussen op alleen deze vakken waar jij voor komt. En je hebt dus ook geen gym, geen uitstapjes, geen gala's en dat soort dingen. Zelf ben ik voor een andere reden naar de VAVO gegaan. Ik ben namelijk een doorstromer. Ik heb op de BAVO gezeten, ik denk 2 jaartjes geleden zoiets. Toen heb ik de MAVO gehaald, maar dat vond ik een beetje te makkelijk voor mezelf. Ik vind nog steeds dat ik heel goed gewoon HAVO had kunnen doen in plaats van MAVO. Maar goed, dat had ik op een gegeven moment gehaald. Toen ben ik begonnen aan MBO. En toen merkte ik dat MBO niet zo goed bij mij paste. Omdat ik toch iets hoger wilde gaan. Ik wilde iets moeilijker. Ik wilde mezelf gewoon meer kunnen uitdagen. Maar ik vond mezelf te oud om terug te gaan naar het regulier onderwijs. Nou ben ik zelf inmiddels 18 en op het moment dat ik dat besloot was ik geloof ik 17. Dus in principe ben je dan niet te oud om naar het reguliere onderwijs te gaan. Maar ik dacht wel, ja, als ik daar dan terugkom, dan ben ik 17, word ik dit jaar, dat jaar 18. En dan zit ik bij 15, 16-jarige leerlingen in de klas en dat zag ik dan niet zo zitten. Omdat ik dus op een mbo-school zat, heb ik heel erg veel gepraat met verschillende docenten. Toen ben ik eerst route 35 gaan doen. Dat is een... Ja, niet echt een opleiding, maar dat is meer iets dat je gaat doen zodat je erachter komt wat bij jou past qua opleiding. En ik moest dat per se doen, puur en alleen omdat ik gewoon nog leerplichtig was. Dus ik kon niet gelijk stoppen en gaan werken en tussenjaar nemen. Dat ging niet, want ik was gewoon leerplichtig. Uiteindelijk heb ik heel erg veel gepraat met heel veel verschillende docenten. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat MBO niet zo goed bij mij paste. Nou ben ik het daar op dit moment niet meer heel erg mee eens, maar daar kom ik later op terug. En ik had wel heel erg het geluk dat er een VAVO-afdeling was op mijn mbo-school. Zo hoefde ik niet per se naar een andere school toe. En kon ik gewoon constant nog naar die school gaan waar ik al op zat. En dat scheelde heel erg veel. Ik heb me datzelfde jaar nog ingeschreven voor de VAVO op HAVO-niveau. En voor het 2-jarig traject. Je kunt namelijk kiezen tussen een 1-jarig of een 2-jarig traject. En omdat ik natuurlijk mijn hele HAVO nog moest doen, dus alle vakken, moest ik het in 2 jaar doen. Ik kon het ook wel in 1 jaar doen, alleen dat was wel... heel heftig geweest, omdat ik dan, zeg maar, ik heb nog nooit HAVO gehad. En toen werd ik daarin gegooid. En nou ja, het was niet handig om dat in 1 jaar te doen. Dat is, 1 jaar is gewoon handig als je bijvoorbeeld inderdaad voor 2 vakken gezakt bent. En je wil 2 vakken even opnieuw doen. Daar ben ik dus dit jaar begonnen. En nu komt er een hele goede vraag als jij naar deze VAVO wilt. En je bent een MAVO-doorstromer. Is dat handig? Als ik er nu zo op terugkijk... zou ik niet naar de VAVO gaan als jij van de MAVO afkomt, als je een doorstromer bent. Ik heb zelf heel erg gemerkt dat het verschil qua denkniveau, qua sowieso, ja, ik weet niet zo goed, het niveau woordenschat bijvoorbeeld, of hoe jij antwoord moet geven op je toetsen, is zo anders dan op de MAVO. Op de MAVO was het gewoon heel erg snel goed. Je kon een antwoord opschrijven en dat was dan gewoon goed. En hierbij moeten we zo'n stuk tekst doen. En dan ligt het er maar aan of het goed is. Ze hebben gewoon... Er is gewoon iets... HAVO is heel anders dan MAVO, vind ik zelf. Terwijl ik dacht dat de overstap van MAVO naar HAVO... Weet je wel, dat vond ik allemaal niet zo heftig. Ik dacht dat is hetzelfde als van MAVO naar MBO gaan. Maar het verschilt heel erg. Als ik nu opnieuw zou kunnen kiezen, zou ik gewoon een MBO-opleiding gaan doen. Ik zit namelijk nu midden in mijn examens. Ik heb maar 4 vakken. En ik ben bang dat ik het niet haal. Dus dat komt heel erg door het feit dat je gewoon zo anders moet gaan nadenken op de HAVO. Gewoon sowieso als je naar een ander niveau gaat, is het denkniveau gewoon altijd anders. Dus dat was heel erg lastig. En als ik het opnieuw zou mogen doen, dan zou ik naar een MBO-school gaan. Puur omdat dit mij niet zo heel erg ligt. Ik kan het jullie heel erg meegeven. Maar ik vond het heel erg lastig om dat verschil te zien. En dan heb ik natuurlijk volgend jaar ook nog. Maar pas volgend jaar weet ik pas...
hoe ze alles willen hebben op de HAVO. Hoe ze het denkniveau willen hebben. Hoe ze verschillende dingen willen hebben. En dan kan ik volgend jaar makkelijker maken dan dit jaar. Want ik ben dit jaar het hele jaar bezig geweest met eigenlijk alleen maar zoeken naar hoe willen ze eigenlijk alles hebben. En daardoor heb ik heel veel toetsen verpest. Mondelingen. Kijk, omdat ze het zo anders willen en op de VAVO wordt niet zo goed, vind ik, niet zo goed naar MAVO-leerlingen overgebracht hoe ze dat dus kunnen beteren. En dat vind ik heel erg. Ik heb dat zelf ook heel erg vaak aangegeven van, joh, doe dat niet. Gooi ons niet zomaar in het diepe, want dat is letterlijk wat je doet. Je gooit ons in het diepe en je verwacht dat wij dat eigenlijk gewoon kunnen doen, terwijl dat is niet zo. Goed, is het handig om geen herkansingen te doen en naar de VAVO te gaan? Of is het beter om gewoon nog een jaar extra op het reguliere onderwijs te doen? Nou kan ik je vertellen dat daar de VAVO echt heel erg goed voor is. Heel erg handig. Daar is het ook eigenlijk gewoon voor bedoeld. Als jij voor twee vakken één vak gezakt bent, ga lekker die twee vakken of één vak op de VAVO doen. Dat werkt super goed. Je hoeft bijna niet naar school en eigenlijk ken je alle stof al. Dat werkt heel erg goed. Dan haal je examens gewoon aan het einde van het jaar en je hebt je diploma. En je hoeft niet een heel jaar overnieuw te doen. Dus ben je geen doorstromer en ben je bijvoorbeeld gezakt, ga naar de VAVO. Het scheelt je zoveel tijd en je hebt zoveel meer tijd om te leren en alles op te pikken. Goed nog een keer op te letten in de les. En dat is een hele fijne uitkomst. Goed, ik hoop dat jullie deze video interessant vonden. Laat hieronder even weten of jij je examens dit jaar gaat halen en of je überhaupt examens gaat doen. Vond je deze video nou leuk? Vergeet niet om een